Ten eerste, Wende, hoe gaat het? Het gaat goed, dankjewel. Ja. Het is goed om te horen. Ik ben blij dat de plaat er is. Nou, voordat we het over de plaat gaan hebben, moeten we denk ik een stukje terug. Want hij bestond eerst als theatershow. Dat klopt, ja. Dat klopt. Kun je nog herinneren waar het hele idee van mens vandaan kwam? Ja, ik... Ik had Last Resistance afgerond. Die plaat had ik in 2013 gemaakt in Berlijn. Met electro-underground-achtige types die... Die hadden mij een beetje zo het Berlijnse ingetrokken. En in 2015 was het tijd om weer een nieuw project aan te gaan. Dus ik zat na te denken van waar ben ik nu, waar sta ik nu? Ik ben 39. Of toen was ik 37 of 38 en ik dacht... Wat is nou eigenlijk allemaal gelukt en wat is er mislukt? En hoe sta ik eigenlijk tegenover religie en tegenover de dood en tegenover het leven? En gewoon een beetje wat misschien wel ook bij mijn leeftijd hoort om een soort van APK over te houden. Dus alle grote vragen die kwamen... Ja, en ik ben altijd al wel van grote vragen. Ik hou daarvan. Maar ja, die vragen zijn op je 20ste anders dan op je 30ste... en dan weer anders als je de 40 nadert. Mm-hmm. En ik zat heel erg na te denken over thuiskomen. Wat is nou eigenlijk mijn thuis? En ik ging heel veel dingen uit de krant knippen. Ik ging dus... ook heel erg naar buiten kijken en een soort van een verhouding zoeken van wat heb ik daar eigenlijk mee te maken met al die dingen die in de wereld gebeuren. Dus, en ik ben gaan schrijven in een dagboek heel consistent. Eigenlijk elke ochtend wilde ik 4 pagina's schrijven, want ik dacht, vanuit daar wil ik het gaan opzetten. Dus voor mij is het altijd eerste, ga ik inspiratie opdoen en als een soort trechter de wereld in. Dus het komt allemaal zo binnen. En dan ga ik van daaruit schrijven en heel veel materiaal maken en heel veel schilderen. En wat ik ook heel graag wilde was samenwerken, al vanaf het begin af aan. En ik wilde eigenlijk gaan samenwerken met mensen die verhalen konden vertellen. Omdat ik er eigenlijk gaandeweg was achtergekomen dat ik het heel mooi vind om verhalen te vertellen op muziek. Eigenlijk wat het chanson is. Het was een soort full circle terug naar... Oh ja, het zijn de grote levensvragen. Probeer ik poëtisch te benaderen in een miniatuurvertelling. Dat is wat mij betreft wat het chanson is. Dus ik ben gaan zoeken en ik dacht ik moet met schrijvers gaan bellen, mailen of ze me willen ontmoeten. Dus ik heb met mensen als Adriaan van Dis en Tom Lanois en ik wilde ook met de rappers maar een beetje in contact komen. Want ik dacht dat zijn de verhalenvertellers van deze tijd. En ik had al een hele mooie connectie met Typhoon. Omdat we ooit een project samen hebben gedaan en we hebben altijd contact gehouden. En hij had mij gevraagd om zijn theatervoorstelling, om daar mee te helpen. En toen hebben we heel veel gesproken ook over hoe hij werkt met taal. En ik was groot fan al van Dimitri Verhulst. En ik heb altijd gedacht, ik wil wel zijn taal zingen. Ik wil zijn woorden zingen. Mm. Dus ook daar heb ik contact mee gezocht. En dat was een enorme klik. Okay. Dus we zijn gaan samenwerken. En zo ontstond er dus heel veel materiaal en heel veel ideeën. En alles zo naast elkaar dacht ik in één keer... Oh, dit is... En met behulp van anderen een soort... vraag van hoe ben je mens? Te midden van allemaal mensen.
in deze tijd waarin we nou ja, dus geconfronteerd worden met zowel allemaal onze eigen persoonlijke levensprocessen als wel het feit dat er van alles en nog wat in de wereld gebeurt. En dus toen ontstond het idee om het mens te noemen. En ik kwam er ook achter gaandeweg dat... Ik bedoel, ik ben nu zo'n 15 jaar bezig. En ik was ook heel erg bezig van... hoe kom ik tot het beste werk voor mijzelf? En iedereen heeft zijn eigen methode daarvoor. Daar is geen natuurwet voor. En in mijn geval kan ik het beste vanuit show denken. Vanuit het maken van een show waarin liedjes ten opzichte van elkaar staan. En een avondvullende... ervaring geven. Was er toen ook al het idee van een album of kwam dat veel later pas? Nou ja, omdat ik toch altijd albums maak, hoort het erbij. Daarom noem ik ook ik noem het eerder een project dan dat ik een show of een album maak. Voor mij is het project Mens. Okay. Is een show in de clubs, in het theater, is een video, is een album, is weet ik veel, who knows, wat nog meer. En dus het album heeft altijd in mijn hoofd bestaan. Alleen dus nu in een andere volgorde. Ik heb een paar dingen, ook naar aanleiding van wat je net zei. Ik wil beginnen bij het thuiskomen. Je noemt het thuiskomen, dat idee. Volgens mij, ik heb een stukje van je op YouTube gezien. Daar noem je ook verankering. Ja. Dit idee, hoeveel heeft dat te maken? Want je bent in Engeland geboren, geloof ik. Als jong meisje heb je veel rondgereisd. Ja. Wat voelt voor jou als thuis? Voelt Nederland, voelt Amsterdam als thuis? Want je hebt ook een liedje over Amsterdam gemaakt. Dat klopt, ja. Ja. Nou, dat was de hele vraag, de hele zoektocht in feite. Omdat ik als kind van mijn 0 tot mijn 9 op allemaal verschillende plekken heb gewoond. En daarna van mijn 9 tot mijn 18 in Zeist. En toen van mijn 19 tot nu in Amsterdam, dacht ik, wat voel ik nou als thuis? Sommige mensen worden geboren, gaan een leven in, gaan de wereld in en hebben ook zoiets van, ja, maar ik wil begraven worden op de plek waar ik geboren ben. En ik dacht, dat heb ik helemaal niet. En ik heb ook niet dat ik terug wil naar Zeist of zo, of dat ik terug wil naar Afrika of... Ik kijk eigenlijk veel meer naar voren, waar ik allemaal nog naartoe zal gaan. En Amsterdam heb ik nooit beschouwd als mijn huis, als het ware. Het is een stad die ik gebruikte om te kunnen zingen en om dingen te ontdekken. En ik kreeg een nieuwe lief. En die komt uit België en die woont nu 10 jaar in Amsterdam. En die heeft ook best wel veel gereisd eigenlijk zijn leven lang. Of tenminste vanaf zijn volwassen leven. En hij wandelt heel vaak door de stad en langs de grachten en overal. En hij nam me mee uit wandelen en kon zo smakelijk vertellen. Ook over de geschiedenis van Amsterdam en over de Westertoren. En over over alles. En ik dacht en denk ik, hé, maar ik hoor hier... Eigenlijk thuis. Dit is eigenlijk niet alleen maar een stad om ergens te komen, maar ook om ergens te zijn. Ja, en toen dacht ik, oh ja, maar Amsterdam is dus eigenlijk de basis van waaruit ik de wereld inga. Ik werd daar niet per se rustiger van of wat dan ook. Het was meer dat ik dacht, goh, wat een interessante... ja, toch wel. Wat een opluchting dat ik ergens zo de straten ken. Want dat was de vraag. Want ik hoorde het af en toe van muzikanten die als kind veel hebben gereisd. Dat ze toch, waar ze nu wonen, voelen zich niet per se thuis. Waar ze geboren zijn, voelen ze zich niet per se. Dus dat was wel belangrijk voor jou om een plek te hebben waar je denkt, oké, maar hier hoor ik hier. Ja. Ja, en meteen als ik het zeg, denk ik, ja, maar... We'll see, weet je wel, wat er gebeurt. Ja. I don't know. Maar minder misschien dan vroeger waar ik dacht dat ik een tijdje in New York zou wonen... of een tijdje in Berlijn zou wonen of Parijs of zo. Maar ik denk nu veel meer van, nee, ik reis veel. En,
En dat houdt niet op. Mm. Alleen het is wel lekker om ergens één plek te hebben waar dan je bed staat, als het ware. Ja. En nou ja, naast het letterlijke gevoel van thuis zijn, dacht ik ook van de abstracte verankering. Namelijk, wie ben ik als mens en waar ben ik comfortabel in? En ook als zangeres en als performer en als iemand die shows maakt. En... Heb je daar een antwoord op gekregen? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik denk, er wordt van mij best wel soms gevraagd van... Ja, wie ben je nou? Is het chanson? Is het singer-songwriter? Is het electro? Of is het... of weet je wel, speel je een film? Of is het met klassieke muziek of zo? En ik dacht bij mezelf, nee, ik ben dat allemaal. Weet je wel, het belangrijkste is dat ik zangeres ben, dat ik performer ben, dat ik shows maak met een team, dat ik samenwerkingen aanga, dat ik verhalen vertel, dat ik eigenlijk altijd op zoek ben naar wat meer existentiëlere zaken, zoals... Nou ja, wat ik zei, de geboorte, dood, leven, liefde, eenzaamheid. Gewoon het leven waar wij over twijfelen en doorheen razen. En om daar woorden aan te geven. Ja, je noemde net al een beetje, dit, qua chansons, dat het een beetje full circle komt. Maar muzikaal dan denk ik ook, al die dingen die je noemt, die elektronische muziek die je in het verleden hebt gedaan, maar nu dus ook weer. En dus is dit meer een, moet ik dit meer zien als een combinatie van alles? Uiteindelijk de keuze van het thuiskomen komt dus neer op dat ik dat allemaal ben. Ja. Dat ik al die genres en werelden gebruik als compositorisch middel om een verhaal zo duidelijk mogelijk over het voetlicht te krijgen. En voor mij is het belangrijkste dat het publiek dat, zeg maar, komt kijken. Of het nou in een club of in een theater of via, weet je wel, de koptelefoon. Dat ze iets voelen en dat ze zichzelf kunnen herkennen in op emotioneel niveau. Dat is het belangrijke. Ik wil echt dat mensen diep voelen. Omdat we zoveel te doen hebben in het leven. Hè? We hebben geen tijd soms om gewoon te denken... Ah ja, ik ben hier, ik leef. En ik vind het mooi om over dat leven te zingen. En dat op wat voor manier dan ook, met welk middel dan ook... in welke ruimte dan ook... zo diep mogelijk door te geven.